in Martinas. Het liedje dat jullie daar juist hebben gehoord, dat is het Harmonia-lied. De tekst van het liedje vinden jullie op het boekje dat je gekregen hebt. Dat zat onder uw groep, op uw stoel. En dat liedje is gemaakt door allemaal medewerkers van Harmonia. En ook twee mensen van onze site hebben daaraan meegewerkt. Cindy heeft daarin meegezongen en Annelies. Zie ze niet direct. Maar we gaan dat telkens keer spelen als er vandaag iets te gebeuren valt. Dan laten we het Harmonia-lied horen. En dan weet iedereen, we gaan van start met de volgende act. Maar ik heb nog een aantal dingen met jullie te bespreken om een paar afspraken te maken. Als eerste zou ik willen zeggen dat er ook vandaag een tombola is met 80 mooie prijzen. De lotjes zijn te koop hier in de zaal bij Tina, ze staat daar maar achter. Je krijgt er ook nog een koekje bij voor een tombola lotje aan 3 euro. Dan krijg je een mooi doosje met een koekje bij en een tombola lot. Er zijn vandaag ook rondleidingen. De eerste rondleiding is normaal al gepasseerd, maar de volgende rondleiding die start om 4:15. Ik zou wel willen vragen om daarvoor in te schrijven, want wij kunnen niet met 50 tegelijk op de kamer een keer gaan kijken en dergelijke. Dus het is in groepjes van 10. En inschrijven is daar die boze winkel, daar aan mijn beweer, daar kan je inschrijven voor de rondleiding. Er is achter een vestiaire, moest ik nog zeggen. Er is een kinderboek voor de kindjes als ze graag willen spelen straks. Helemaal achteraan de gang is er een boekje met een film met allerlei speelgoed. Dus daar mag je zeker een gang. Applaus willen aan iedereen. En ik ga jullie niet langer in spanning houden, maar achter mij staan fantastische leuke kindjes die jullie een mooi concert willen aanbieden. Mag ik je applaus voor Vroeg Lawaai. Hier staan 8 tovenaars achter mij. En als je niet oplet, dan komen er koeien uit de kast. En ik kan jullie zeggen, binnen een half uurtje
staat onze speciale gast. Hè. Die was het weer. Voor jou brengen en de mensen hier op de eerste rij, ons koor van Martina zelf, hè, hebben dat voor jullie geoefend. Dus zij gaan uit volle borst trachten mee te zingen. Annelies, ik laat het woord aan jou. Ik ben niet.